Deze leuzen klinken zaterdag weer door de straten van Eindhoven. Verschillende Eindhovense organisaties, waaronder de Palestijnse gemeenschap en meerdere moslimorganisaties, houden dan een pro-Palestina-demonstratie op het 18 septemberplein. Volgens de initiatiefnemers vindt er een genocide plaats in Gaza. En de Nederlandse overheid zou daaraan medeplichtig zijn wegens de steun voor Israëls recht op zelfverdediging. De organisaties willen daarom dat Brabantse politici en bestuurders zich uitspreken tegen het oorlogsgeweld in Gaza. Ook willen de initiatiefnemers dat Brabantse bedrijven de banden met Israëlische bedrijven verbreken. De pro-Palestina-demonstratie begint zaterdagmiddag om 2 uur.